tussen Gingerbread en Shady. In het strijdperk treden voor de Pony Jumping Finale. Niemand helpt een draak. Oh nee, nou dan heb je het helemaal mis bij wel en dat doen we zo. Wow! Yeah! Hi, wie deed het licht uit? Sta stil, beest. Onderga je lot als een man. Maar ik ben helemaal geen man. Ik ben een draakje. Wow. Spike? Oh. Je hebt alweer genoeg ellende veroorzaakt. En zeg, wie ben jij en waarom probeer je onze vriend te kwetsen? Ik ben Heer Alonso. En dit is mijn trouwe Ros Panza. En ik probeerde jullie vriend geen pijn te doen. Ik probeerde hem te verslaan. Een goede daad doen, zo gezegd. En waarom zou je mij moeten verslaan? Hè? Zeg op. Hè? Iedereen weet dat draken slecht zijn. Dat is niet waar. Spike is aardig. Dat is een aardig iemand. Ik geloof dat we weer in de puree zitten. Maar ik heb er alles over gelezen. Ze vangen constant prinsessen en houden ze vast in nare kerkers. Maar dit draakje niet hoor. Hij is mijn vriend. Het spijt me, Spike. Vergeef je het me? Het is alleen dat ik een goede daad moet verrichten om een ridder te kunnen worden. Maar alles wat ik probeer loopt op niks uit. I want is to be a knight, fighting evil and doing right. But it seems my chance is slight. Everything I try always goes awry. I start fighting an evil witch. Could have managed without a hitch. But her pets make me sneeze and itch. Everything I do always goes askew. Once I tried my best to rid a town of rats. I was so depressed. All I did was frighten off the cats. Damsels call me when in distress. I show up, but it ends up a mess. Never once have I known success. Still, my wish is strong to be. Don't tell me it's wrong to be. Oh, how I long to be a knight. Ik vind dat we hem moeten helpen. Hij heeft het nodig. Ik heb het gevoel dat we wel een goede daad voor jou kunnen bedenken. Denk je echt? Oh jee, daar gaan we weer. Ik weet zeker dat je een goede daad verricht met maar een klein beetje hulp. Dus we gaan hem helpen, hè? Huh? Ja, we helpen hem. Ik wil wel. Ik doe mee. Oh, wiens idee was dit eigenlijk? We lopen maar en lopen en lopen. Spike, we helpen een ridder in spe een goede daad te doen. We helpen een drakendoder in spe. Megan, luister. En kijken. Een kasteel. Maar waarom staat er een doornhaag omheen? Misschien als gracht bedoeld om mensen buiten te houden. Die stem, die is zo prachtig. Dat moet wel een prinsesje zijn. Misschien is die prinses wel in hoge nood. We moeten haar redden. Nu meteen. De doornhaag. Hij is zo groot. Ik kan het pad verlichten met mijn horen. Mooi. Erop af. Eindelijk, de buitenmuur. Mooi werk, Alonso. Hallo, jij daar binnen, in het kasteel. Ik, Heer Alonso, kom je redden. Hierheen, ik heb een deur gevonden. Kom op. Oeps. Het is graaf Hugenoot, de dapperste ridder aller tijden.
zijn dame prinses Eileen en de goede vee Emilida, Eileen's peetmoeder. Wie moeten we nou redden? Niemand hoeft hier gered te worden. Wie zijn jullie? En waarom verstoren jullie de trouwpartij van mijn peetkind en haar bruidegom? Trouwpartij? Oh nee! We dachten dat de Doornhaag er stond om de prinses gevangen te houden. Ik heb die Doornhaag getoverd om haar te beschermen. De held die Eileen heeft gehuwd trekt ongeluk aan, zoals een mesthoop vliegen aantrekt. Oh, nu niet meer, mijn lieve Emilia. Ik ben gestopt. Bent u gestopt met uw heldendaden? Geen heldendaden meer, maar woorden nu. Ik vroeg Moffat, de hoftovenaar, een vervanger te zoeken om mijn koning te dienen. Vervanger? Alles wat u maar zegt. Alonso, misschien moeten wij maar gaan. Een gracieus idee. Muziek, please. Het spijt ons van het storen. Goedenavond. Ik deed zo stom voor de neus van de tovenaar. Kom op, Alonso. We vinden heus wel een andere goede daad voor je. Vast. Over 80 jaar of zo, als ik te oud ben om een zwaard op te tillen. We kunnen maar beter allemaal naar Paradise Estate gaan en uitrusten. Ja, laten we teruggaan en lekker uitrusten. Ik ben bang dat ik net dat mis om ridder te zijn. Hey, wat gooi je nu naar mij? Huh? Het is al erg genoeg dat ik op mijn rug lig. Nu ga je ook nog dingen naar me gooien? Zeg, ga je me nog omdraaien? Oh ja, tuurlijk. Wacht. Kom op. Zo moet het. Goed zo. Hey, wat is er nou? Je bent zo looier. Fijn. Ook nog grapjes maken over mijn gewicht? Alonso, ik hoop dat je niet van plan bent om het op te geven. Hey Alonso, ze was aardig tegen jou. Waarom zeg je niks? Je weet toch dat je aardig moest zijn? Alonso is verdwenen. Dan moeten we hem gaan zoeken. Ik heb het gevoel dat hij in de puree zit. Kom op! Ik wist het. Zelfs het simpelste werkje is nog te moeilijk voor mij. Fijn. Ik zit vast en de enige die me kan helpen is een slap Janus. Ik ben geen slap, Janus. Ik weet alleen niet hoe ik jou moet omkeren. Wacht eens even. Ik een slap, Janus, hè? Wat ga je nou doen? Hier hebben we hem voor het laatst gesignaleerd. Oh, wat moet ik zonder hem in de buurt? Hij is zo'n schatje. 1, 2, 3 en... Gefelicie Flapstaart. Je bent geslaagd voor de schildpaddenruglingstest. Ik, hè? Ja? Ja, ik zocht een vervanger voor graaf Hugenot. En ik besloot jou een kleine test te geven. Nu weet ik het zeker. De vervanger die ik zocht ben jij. Ik? Ja, mijn jongen. Niet iedereen zou hebben doorgezet als het allemaal zo slecht ging. Ik zoek een ridder die niet opgeeft. Een echte ridder. Een ridder met een moedig hart. Gevonden. En hij gaat met mij mee. Maar ik kan niet weggaan zonder eerst jou te bedanken. Als jij er niet was geweest, had ik misschien al lang opgegeven. Je hebt het altijd in je gehad. Bye bye en bedenk altijd lief tegen draakjes zijn. Dat is goed, Spike. En ik zal jullie altijd herinneren. Altijd. Vaarwel. Tot ziens. Tot ziens. Weet je, voor een drakendoder in wording was hij zo slecht nog niet.